Welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate 111. 111. In de tijd van de 11. Carnavalsseizoen is begonnen. De 11e van de 11e. Productupdate nummer 111. Allemaal in november. En natuurlijk zitten wij rond Sinterklaas. Want die is volgende week ook al. Heeft hij zijn grote feest op 5 december. En daarom hebben wij een heleboel nieuwe producten de laatste weken binnengekregen. Zoals jullie al hebben gezien op de website. Want ik ging even terugkijken. Wat gaan we doen in de update? En ik kwam tot de ontdekking dat we volgens mij sinds de laatste update iets van 65 nieuwe producten hebben gekregen. De laatste update was vorige maand. Dus we moeten een keuze maken uit 65 artikelen. Serieus veel. Ik had er zo'n bijna 30 op de lijst staan. Ik denk, nou, 30 stuks in één update. Dat lijkt me persoonlijk iets te veel van het goede. Dus we hebben dat flink teruggebracht, want we willen toch de update binnen de 3 kwartier houden. Al komen we daar pas achter, nadat deze helemaal gemonteerd is. Ja. Oké, wat hebben we onder andere? Nou, ik ga je iets leuks laten zien. Ik heb hier 2 kaartspellen. En jij mag kiezen, met één van deze 2 spellen ga ik een wonder verrichten. Jij mag kiezen met welk. Dat? Ja. Zeker weten? Ja. Oké, leg het bij jou neer dat ik het niet kan aanraken verder. Yes? Oké. Dit spel blijft over. Dat spel maken we even open. En dat spel heeft, dat is een rood spel, daar zit ook een rood doosje overigens. Allemaal verschillende kaarten, zoals we uiteraard goochelaars dat zien en zeggen. Wat jij mag doen is het volgende. Jij mag namelijk 1 voor 1 kaarten afdelen. Maar je gaat je even goed overwegen. Je gaat goed denken van, leg de kaart neer en denk je, Oh nee, we kunnen er anders doen zelfs. Weet je, we doen nog beter. Ik geef je nog een keuze extra. Zou je de stapel willen kopiëren, ongeveer de helft? Oh goed. Oké. Okay. Schrijf één stapel naar mij toe. Willekeurig. Deze? Zeker weten? Oké. Okay. Top. Wat je, pak jouw stapel ook even. Draai hem om. Maak het nog onmogelijker. Dan mag je gewoon een kaart neerleggen. En dan denk je bijvoorbeeld, ga ik met deze kaart, wil ik dat daar een wonder mee verricht wordt? Of zie ik liever de volgende kaart? Dan pak je de volgende kaart bijvoorbeeld. En dan denk je, wil ik dat daar het wonder mee verricht? Dus ga je door, mag je zelf doen met jouw kaarten. Totdat je zelf ergens een kaart vindt die jij leuk vindt. Jou de keuze. Denk er goed over na. Een wonder kan maar 1 keer verricht worden. Het is hier alvast weg trouwens. Niet meer nodig. Ja, ik denk dat ik de 5 pak. Ja, schuif de kaart even apart. Leg hem even daar neer. Ik raak hem verder niet aan. Alleen de 5. Goed zo. Ja, top. Heel goed. Al deze kaarten gaan ook hier een doosje erbij. Geen verwarring meer. Nou heb jij zelf de harte 5 gekozen uit het rode kaartspel. Heb je zelf gedaan. Je hebt je gekozen om hiermee een wonder te verrichten. We hebben hier namelijk 1 blauw kaartspel. Zie je? In een kaartspel zonder joker zitten normaal 52 kaarten. Ja. Let op. Kijk even mee naar de harte 5. Die gaan we hier namelijk ook in zoeken. Ik tel tegelijkertijd de kaarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. En welke kaart mist er? De harte 5. De harte 5. Dus tussen al deze kaarten, trouwens even voor de duidelijkheid, al deze kaarten, allemaal blauw, mist de harte 5. Maar ja, die harte 5 komt uit een rood kaartspel. Toch? Zou je denken. Ja, ja. En even voor de duidelijkheid, dus, is dit de ontbrekende kaart uit het blauwe kaartspel. En jij hebt net die kaart gekozen. Dit is dus. Mooi. Ik zal eens zien wat het is. Ruim het even netjes op. Zo. Dit is. On Target. Wij pakken het doosje. Van Sean Taylor. Uitgebracht door Alakazam. Ja, ik vind het een fantastisch mooi effect. Het is heel sterk. Het is zelfwerkend. Dat is altijd goed. En het resultaat is altijd anders. Dus de toeschouwer, Leon stopte nu op de harte 5, maar had ook bij de klaver 2, ruit de 7, dan weet ik veel, kunnen stoppen. Dus je hebt een volledig vrije keuze waar je stopt. Je krijgt alles compleet. Dus dit met video-instructies.
met de twee buizen op elkaar spellen. Ja, die folie zit eromheen, die mag je trouwens ook afhalen, maar die zit er nog steeds omheen. Super gemakkelijk te vertonen. Uitpakken, video kijken en doen. Voor de prijs van €33,95. Is on target een zeer leuk ding. Dus ook geschikt voor tabletop. En je zou hem eigenlijk instant kunnen resetten. Als je alles op tafel laat liggen, kun je het eigenlijk instant resetten, opbergen en weer herhalen aan de volgende tafel. Mooi. On target. Oh. En de instructie in je video. De instructie video. Oké. Okay. Heb ik iets meegenomen, René? Ja, wacht even. Wil je pepernoten? Kun je ook laten verdwijnen, die pepernoten. Hè? Stop, hè? Ik heb blazen. Ik zal wel deunen, ik zou nu het niet. Dat vind ik een rare manier om pepernoten te laten verdwijnen. Maar inderdaad, als je dat onverdwijnen laat noemen, dan is dat verdwijnen. Ik pak er weer iets thuis. Ik heb pepernoten. Ik heb hier in René een kaartspel. Sorry voor dat ik kraak. En een stukje touw. Nee, een stukje flink touw. En een papieren zak. Ik zal de zak even een beetje opzij zetten. Wat ik ervaren, René? Nou, we gaan even een beetje verder. Het is net een beeld, maar het gaat erom dat we kunnen zien wat Leon aan het doen is. Ik heb hier een kaartspel, kun je zo meteen vragen. Een kaart kiezen. Mm-hmm. Ja? Ver. Dus gewoon ergens uit het spel waar je zelf aan film. Ja. Eerlijk? Ja. Let goed op. Kaart gaat in het spel. Hoppakee, eerlijk. De duidelijkheid. Kaarten gaan in de zak. Even schudden. Dan heb ik hier namelijk een stukje touw meegenomen. Zou je het even willen controleren? Ja, kan er wel even getrokken. Het is in ieder geval één normaal stuk touw. Let goed op. We gaan het touwtje in de zak laten zakken. Let goed op, René. Ik let op. Ja hoor. René. Ja. Wat was jouw kaart? Ruiter 7, maar ik zie het al. Dit is ruiter 7. Tada. Wat? Hé? En dit is de nieuwe Tenyo. Genaamd. Kijk, ik ben niet zo goed in Chinees, dus het staat hier als het goed is. Ja, zo dus. Ja. Kartfishing. Kartfishing. Dacht ik. Maar ik moet zeggen, we hebben ze op het laatste moment er echt allemaal bijgepakt. Die waren eigenlijk niet gepland. Dus volgens mij is het cardfishing. Ja. Tenyo 2020 en je vindt alles op de website, maar de naam staat ook hieronder in beeld. Makkelijk te doen, ja. Ja. Dat is de eerste keer voor mij. Ja. Dus ja, hartstikke truc. Ja. €24. En dat voor een heel mooi touwtje. Ja. Een mooi kaartspel erbij. Helemaal compleet. Alles wat je ziet zit erbij, hè, inderdaad. Hè? Zak, ja. Touw. Ja. Kaartspel. Ja. Gemakkelijk, super gemakkelijk. Ja. €24. Koop je. Ja, je hoeft niks te doen, het touwtje doet alles voor je eigenlijk. Hè? Ook dat nog. En nou is het zo, dan heb ik toevallig net over de Tenyo. Dan heb ik hier toevallig nog een Tenyo dingetje. Ken je de truc Crossroads van Tenyo, zeg je iets? Met potloodjes, twee potloodjes. Ja, die. Ja. Cocaïne. Dit lijkt er een beetje op, dus een kokertje. Zie je, is helemaal leeg, is een soort kruising, zeg maar. Dit krijg je ook voorrang hier. Twee stokjes. Ja, dat is gewoon helemaal glad, kan ik voelen. Voor mij is gewoon helemaal, dus ik denk dat er iets geks mee is hier. Deze ook. Kun je gewoon ook voelen, is gewoon glad, ja. Zeg maar. Stel nou voor dat je die hier zo insteekt, op deze manier. Dat het zo hierin gaat. Zo, helemaal erin. Dat is één. En zo. Even netjes. Dan kun je er eens laten zien dat het stokje er echt in zit. Kun je dat kunnen zien? Ik check weer de camera. Dan kun je het tweede stokje pakken. Zo. En dat neem je ook. En dat gaat daar dan vervolgens dwars doorheen, zie je? Gaat dan door het eerste staafje
heen. Dat is natuurlijk op zich bijzonder. En het gekke is, als je dat er uittrekt, zeg maar, dan kun je ook meteen hier zien dat er helemaal niks aan de hand is. Dat de stokjes weer helemaal massief zijn ook. Dus je kunt de mensen gewoon laten voelen ook dat het echt gewoon glad is, zeg maar. Mooi. Echt het handen geven voor grondig onderzoek, dat kan niet, maar je kan wel laten voelen dat ze massief zijn. Dat is wel een manier voor. Ja, dat kan. Maar in principe, normaal gesproken kan het niet. Wat heet je dan? 4D Quas? Het erg dat we die naam niet op hebben geschreven. Maar goed, het is nu te laat. Kijk even Tenjo 2020 en de naam komt hier ook in beeld. Mooi ding. Van Tenjo, €22. Ja. €22. Het zijn voor ons allemaal nieuwe dingen. We hebben er nog niet veel mee gespeeld. Maar we wilden ze zo graag in de update laten zien. Want november is altijd de tijd van de nieuwe Tenjo's. Dus hoe meer oefening, hoe beter. Nu we toch over iets nieuws hebben, René. Ja. Ik heb hier het nieuwe boek van Victor Mits. En Oscar Verpoort. Ja. Ja, en iemand zou nu denken, het boek houdt op de kop. Maar hij hoort zo. Ik zou jullie wel even andersom kunnen houden. Ja, dat is ook niet heel oké. En dat is het 2.0 boek. Ja. Zou jullie een kijkje laten geven even? Next level. Hoppa. Ja, ik zou willen dat dit er vroeger was geweest toen ik klein was, of beginnend. Want hier staan zoveel dingen in. 102 trucs en experimenten. Van goocheltrucs tot tips, psychologische dingetjes over hoe je iemand kunt versieren. Dat soort gekke dingetjes. Nou, staat hier al op. Koop dit boek niet. Ja, psychologisch koop dit boek niet. En wat wil iedereen dan? Weten waarom je het boek niet moet kopen. Dus je gaat erin kijken. En dan koop je het uiteindelijk sneller. En allemaal dat soort dingen staan er ook in, maar ook hele leuke fysieke dingetjes. Dus je hebt gezien de special dat hij op Curaçao een aantal mensen uitnodigde die op stoelen gingen zetten met z'n vieren. Op elkaar leunen, trekken stoelen weg, blijven ze hangen. Iemand op twee stoelen laten balanceren, staat erin. Van alles. Nou, ik heb het boek gisteren gelezen. Ik heb nogal fotografisch geheugen. Dus ik wil laten zien. Mag ik dat? Ja, dan mag ik maar. Zoek je even in het boek een foto op waar of Oscar of Victor... in ieder geval niet lezen hoofd, gewoon ja, niet helemaal, opstaat zodat je ook de kleding kunt zien. Zoek even willekeurige pagina op waar een foto op staat. Ben je juist er één op staat of twee? Even mag je zeggen als je iets gevonden hebt? Ja. Oké, okay, laat het mij eens. Ja, oké. Okay. Welk paginanummer is dat? Dan moet ik even kijken wat er ook weer was. 180. Oeh, oké. Okay. Maak een boekje even dicht met je vinger tussen. Ik wil niet zien wat het is. Okay. Staat er één iemand op of twee? Twee, oké. Okay. Wie staat er links? Is dat Victor of Oscar? Victor. Ah, die heeft dus een oranje shirt aan als het goed is. Klopt, hè? Ja. En Oscar zit rechts daarlangs. Dan heeft hij een bruin shirt aan. Dat is Victor die dan rechts aan. Ah, sorry, ik heb verkeerd om. Ja, die heeft een bruin shirt aan. Yes. Laat even zien aan de camera. Goed onthouden. Ja, sorry, ik had het hoofd. Dat neemt nu bij me wel de kleuren. Dus dat is een ding wat in dit boek gebouwd zit. Wat je daarmee bijvoorbeeld kunt doen. En nog veel, veel meer. Echt een aanrader, we verwachten er veel van. Ze zeggen niet kopen, ook niet die andere trucs die we kopen, allemaal niet kopen. Ja, ja. €24,99. Ja. En hij past door de brievenbus, dus dat is mooi, je hoeft niet voor thuis te zijn. Als je alleen een boek bestelt, past in de brievenbus met een brievenbuspakket. Mindfuck next level. Ja, we zullen hem niet versturen dan. Ja. Ja, dan ook iets heel moois eigenlijk. Een setje van twee dobbelstenen. Genaamd de Corleone Dice. Nou, daar zit een klein verhaaltje aan vast. Leo heeft deze set gemaakt. En eigenlijk ter ere van een zeer dierbare vriend van hem. Waar we de naam op zich niet van zullen noemen. Maar de naam Corleone is zijn artiestennaam. En ja, daar is deze set aan opgedragen. Omdat de persoon zelf toch wel ernstig ziek is. Ja, en dit een van de laatste dingen is die hij waarschijnlijk zal meemaken. Dus zeer mooi. Zeer mooi gebaar van Leo. Ja. De set zal ook niet blijven bestaan, denk ik. Er is een gelimiteerd aantal gemaakt. Wij hebben een aantal sets. Flink aantal sets wel. En wat is het? Er zijn twee dobbelstenen. Ja. Eén is een gewone dobbelsteen. Ja. En de andere zit een magneet in verwerkt. Ja. En daarmee kun je, als het goed is, het getal 2, denk ik. En 5. Ja. Dus stel voor, je pakt een kopje. En je gooit daar bijvoorbeeld deze dobbelsteen in. Ja, moet even goed doen. Ik zal zo even uitleggen wat ik doe, man. Dan gooi je 5. Ik zal het een keer doen. Gooit hem erin. En je gooit 5 weer. Gooit nog een keer erin. En 5. Je moet hem even laten rollen. Ik zal hem meteen uitleggen wat dat dingetje is. En 5. Nou,
Maar je kan ook twee. Er zit een magneet in de dobbelsteen. En die wordt aangetrokken door een andere magneet. Nou, ik heb hier even voor die een klein magneetje heb je ervoor nodig. Ik heb echt een heel kleintje gepakt. Als je een magneet om zou draaien. Dus een magneetje omdraait. Ik plak het nu even provisorisch onder. Het kan ook bij de PK-ring bijvoorbeeld. Als je het omdraait, dan stoot hij af. En dan pak je in principe de twee, zie. Nou, hoe sterker je magneet je pakt. Je zag net, landde die bijvoorbeeld net één keer niet op de 5. Maar als je de beker een beetje schudt, deze beker tenminste, rolt hij prima op de 5. Hoe sterker je magneet, valt hij zeker op de 5. Maar, dan trekt hij ook meteen bam vast. En als je bam vast trekt, dat is niet echt magisch als je gewoon klik erin valt, zeg maar. Dus dit is eigenlijk de set. Je kan ermee forceren. En je hebt een dobbelsteen om te switchen. En naast dit heb je ook gewoon de mogelijkheid om dit te gebruiken in een zogeheten, dat kan je niet mee, dus het is te zwak voor, denk ik, is dat test hoor. Ik snap niet dat liever dan niet. Zou je ook kunnen doen, dit doen bijvoorbeeld, zet je de beker, zet je neer. Dat is natuurlijk stom nu, maar je blaas, hij is weg en hij zit eronder. Dus je kan hem ook in je chopcup gebruiken als je wil. Bij voorkeur dan een chopcup die misschien van leer is, dat je niet het geluid hoort van de dobbelsteen die valt. Uiteraard plak je er geen magneet op, maar pak je een echte. Kun je het ook met pepernoten aan. Ja, die is ook weg. Waar is hij gebleven dan? Oké. Goed. Je krijgt het setje. Verder geen instructies erbij. Ik gebruik hier nu een 6x2 mm magneetje. Ook op de site. Accessoires magneten. Als je een 8x3 mm pakt, is het nog sterker. En dan is het nog beter. Maar dan als je in de beker zou kijken, dan rolt die wat apart. Dus als je een magneetje bij wil bestellen, één van deze twee is daar ideaal voor. Dus 8x3 is dus 100%. Deze, als je het bekertje een beetje beweegt, zodat de dobbelsteen zeker kan draaien, valt hij altijd op de 5 of de 2. Dus dat zeggen we er even bij. Want de magneetjes zitten namelijk niet bij. Je krijgt enkel de 2 dobbelstenen zonder instructies. En die zien ook echt goed uit. Je ziet er niks aan. Ja. Voor de prijs van €19,50. Dus daar hoef je het zeker niet voor te laten. €19,50. Ja, Corleone Dice. Mooi doosje ook. Ja, mooi bewaardoosje erbij. Helemaal compleet. Alright. Ik heb hier een flesje. Time Magic Shop presents. Spreadjik. Wat is Spreadjik? Het is een combinatie van spray en magic. Ja. Wat zit erin? Hier zit een vloeistof in. Die zorgt dat jouw handen meer grip krijgen op kaarten, op munten, op alles eigenlijk. Behalve je leven dan. Ja. Het werkt heel fijn. Ik heb wel eens andere dingen gehad die je dan op je hand moet doen. En dan heb je altijd een beetje zo'n plakkerig gevoel. En ik zou je zeggen, ik heb dit. Hoe het werkt, ik zal het even laten zien. Ik pak de flesje, ik even schudden. Even af. Oh, ja, het is een nieuw flesje. Eén keer sprayen. Ik heb grote handen, dus dat doe je voor 2 keer. Ja. Goed wrijven. Ruikt heerlijk. Lekker. En het is ook niet zo dat ik nou denk, wat heb ik nou op mijn handen zitten. Het voelt heerlijk aan. Het is niet vet, hè? Niet plakkerig, niks. En nu heb je, vaak als je dit al doet, hoor je dat als je dit gaat doen. Ik weet niet of het bij jou ook zo is. Ja. Nee, dan hoor je gewoon de stofheid. Ik merk dat ik meer grip heb. Ja. Ik heb er zelf ook al een beetje mee gespeeld. En dat is echt, ik vind het heel fijn. Mensen in de winkel ook laten testen. We hebben een tester hier en die zeggen ook, wow, je hebt echt super grip. Dus als je transpireert of last van hele droge handen hebt, dan zo super. Spreadjik. €12,50 en je doet er hartstikke lang mee. Super veilig. Wil je het ervan af hebben, kun je gewoon water en zeep onder de kraan afwassen. Ja. Maar het is professioneel spul. Laten we daarop houden. Ja. Spreadjik. Kost? €12,50. Even kijken. Ja. Ik heb hier even zo'n plankje met wat papiertjes. Krijg je van mij. Pen. We gaan boterkaas en eieren spelen. Maar dan anders. Dat houdt in. Ik pak ook even de grote versie. Zo. Ken je het spelletje? Weet je wel, kruisje bolletjes noemen wij dat hier eigenlijk. Oké. Okay. Krutske bulletje. Oké, ik kies kruisje, mag dat? Ja. Oké. Okay. Ik kies kruisje en ik zet die in het midden neer. Zet jij kruisje daar ook op tegen de midden? Super. Ik kijk verder niet meer mee nu. Ik ga mij omdraaien. Zo, ik doe gewoon mijn hand recht voor. Dan kan je dit ook zo. Jij mag nu zelf ergens een bolletje zetten waar jij zelf wil. Een bolletje. Ja. Hebben ze. Dat heb je gedaan? Ja. Oké, okay. Draai er een beetje weg, dat ik zeker niet kan zien. Dan mag jij voor mij een kruisje zetten rechtsboven.
Mm-hmm. Oké, dan mag jij zelf ergens een bolletje zetten, waar je zelf wil. Jazeker. Interessant, oké. Dan mag jij een kruisje zetten midden onder. Als je wil, voor mij. Midden onder. Ja, dus onderste rij, middelste vakje. Ja? Ja. Oké. Dan mag jij ergens een bolletje zetten. Interessant, oké. Dan mag je mij de tweede rij, het derde vakje, dus rechtse rij, zeg maar, aan de middelste, mag je ook een kruisje zetten voor mij, als je wil. Dan mag jij ook een bolletje zetten waar je zelf wil. Oké, okay. Dan had je misschien niet gezien, maar dan mag je eentje rechtsonder zetten. En rechtsonder zul jij zien, als je daar een kruisje zet, dat ik daarmee gewonnen heb. Klopt dat? Ja. Want jij hebt namelijk, laten we eens in de camera, vier bolletjes en dit. Ik heb, sorry, exact hetzelfde. Nou, er is een mogelijkheid met Sudoku. Ja, ik zal volgende keer beter opletten. Ja, Sudoku. Mooie set. Opletkabel, briefjes. Kort uitgelegd. Je kan hier. Ik weet exact in welk hokje iets geschreven wordt. Niet wat, maar wel in welk. Dus ik kan Leon iets laten opschrijven en ik weet waar hij het neerzet. Ik kan ook kunnen vragen, noem een getal onder de 10. Hij heeft een getal en zijn gedachten. Hij zegt voor welk getal heb je? Zegt hij 7. Hij zegt, oké, schrijf in een vakje. Hij schrijft het op. Ik weet in welk vakje. Dus ik kan het dupliceren. Ik zou hem een soort kubus kunnen inkleuren van tevoren. Rood, geel, blauw. Dat geef ik hem. Ik zeg, neem een van die kleuren in gedachten. Weet je wat? Kruis de kleur aan. Hij kruist de kleur aan. Ik weet welk vakje. Ik weet welke kleur. Een ander tof ding, vind ik. Stel voor, je moet ergens optreden en je moet meerdere dingen. Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen. Je wil achter meerdere gegevens komen. Ja. Ja. Wat kun je doen als je meerdere papiertjes hebt? Zou je bijvoorbeeld sushi, bijvoorbeeld erop laten trekken, zeg maar wat sushi, rijst, Chinees. Ja. Ja. En je zegt er iemand niemand in je gedachten. Oké, okay, kruis het aan. Oké, okay, plaatje haal hem eraf. Ja. Voorzichtig. Ja. Tweede toeschouwer, je ziet allemaal drankjes. Streep een drankje aan. Oké, okay, die streep een drankje aan. En de volgende, die streep een locatie aan of wat dan ook. En zo, ik weet niet hoe vaak je het kunt doen, maar je kunt het best vaak doen, denk ik. Ja, net zo lang je wil. Ja. En dan weet je precies wat voor gerecht iemand heeft. Je weet precies welke locatie. Ja. En dat kun je eigenlijk met alles doen, eigenlijk. Ja. Nou, dus je hebt heel veel mogelijkheden. En de routines die we erbij beschrijven op video leggen we een aantal dingen uit. Ja. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Het speciale bord, volledig elektronisch. De klem, mensen mogen alles checken, trouwens niks aan de hand. Het is via inductie oplaadbaar, via USB. Speciale pen hoort er ook bij. Fantastisch ding. Alleen bij Dynamagic Shop in Europa verkrijgbaar. €225. Niet goedkoop, maar voor wat het is vind ik het absoluut niet duur. Niet koop, hè? Nee, dus het is een fantastisch ding. Zeker aanraden in een mooie doos. Alles erbij. Sudoku. Van Secret Factory en N2G samen, een samenwerkingsprojectje. En je kunt dus allerlei voorspellingen daarmee maken. Okidoki. Leggen we dit ook even erbij. Ja. Zo. Dan heb ik nog iets leuks, René. Mm-hmm. Spelkaarten. Ik zal de kaarten er even uithalen. En ik heb hier een stift. Die ga ik hier even een spelling opschrijven. Mm-hmm. Een cirkeltje tekenen. Ik zal er ook even een kaart inzetten. Ik zal niet kijken. Ja. Ik laat dat het mooi droogt. Zo. Spelkaarten, René, ik wil je vragen om de kaartspel te pakken. En één voor één kaarten om te draaien en te stoppen waar je zelf wil. Oké. Hier. Zeker weten? Ja. De volgende kaart. Had je ook kunnen kiezen. Ja, maar had je ook kunnen kiezen. Deze. Ja. Eén kaart terug. Had je ook kunnen kiezen, had je een koning gehad. Ja.
En jij koos voor de? Ruiter 9. Ruiter 9. Uh-huh. Dan heb ik hier een verspilling op mijn doosje. Ik zal het even laten zien. En dat is de ruiter 9. Oké. Dit is heel makkelijk te doen. Fortunate, als ik het goed uitspreek. Fortunate, ja. Kost 44,95. En dat is compleet. Ik weet hoe die gaat hoor jongens. Liam doet die nou, maar we hebben hem in de winkel al een paar keer laten zien. Super gemakkelijk. Ja. Instant reset. Vrije keuze. Ja. Dus ik kan gewoon kan nog een keer herhalen met een ander resultaat. Kan ook nog. Ja, en je krijgt het in zoverre compleet dat je eigenlijk een eigen bicycle spel erbij moet pakken nog. Ja, en een stift. In principe, de gimmick is kan en klaar, maar je moet even een eigen rood bicycle spel erbij pakken om het spel, zeg maar, eenmalige, simpel te prepareren. Dan moet ik even op volgorde te leggen. Ja, zeer leuk ding. Praktisch ding ook. Ja. En makkelijk. Makkelijk is altijd mooi. Kun je die, zou je het ernaar zien? Nee, zou ik niet doen. Nee. Oké. Okay. We gaan niet verklappen hoe het werkt. Nee. Niet verklappen hoe het werkt. Fortunate. Nee. Even nog? Ja. Komt weer verdwijnen. Nee. Kunnen we dan niet praten? Mm. Moest ik laatst Sinterklaas cadeautjes halen. Moet je maar niet zeggen. Moest cadeautjes halen. Als ik naar kijken natuurlijk. En toen moest ik 99,95 betalen. Dus ik kom daar 20 euro. Ik zeg, oei, dat is natuurlijk niet heel veel. Wat ik ga proberen is dit. Ik ga proberen van die 20 euro 50 euro te maken. Zegt hij aan de kassa. Meneer, ik zei 99,95. Oh, 99,95. Niet 50. Nee, ook dat is geen probleem. Pakken we gewoon 50 euro. En als je over 50 euro wrijft namelijk, dan kun je wel 50 euro namelijk 100 euro maken. Zie. Nou, dit is Canvas. Een double transformation, zeggen ze ook wel. Oftewel, een biljet wat twee keer verandert. Van 20 euro naar 50 euro naar 100 euro. Ik zag het onlangs op tv gedaan worden in eenzelfde uitvoering met ander geld. Heb je waarschijnlijk ook al gezien. Ja, mooi gemaakt, kant en klaar. Ja. Echt mooi gemaakt. Dus je pakt uit de verpakking. Kun je mij dan meteen doen. Kun je meteen doen. 55,95. Super visuele bankbiljetverandering. Van Kim Tung Lim. Kim Tung Lim. Precies. Het is dat erop staat. Dat zou ik niet kunnen verzinnen. Canvas. Ja, we kunnen heel lang over vertellen erover. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Je hebt gezien wat het kan. Hoe het eruit ziet. En nee, je kunt niet laten onderzoeken. Ook misschien een dingetje. Dan moet je hem in je portemonnee stoppen. In een Humble Wallet bijvoorbeeld. En als mensen zeggen, ho, mogen we het even zien? Oh ja hoor. En dan verwissel je hetgeen in de wallet. En dan geef je een echt biljet ter onderzoek uit handen. Dat kan natuurlijk wel. Of stuur het weg. En Ja. Canvas. Ja. Heb jij nog iets? Jazeker. We hebben nu hele mooie muntjes. Die heb ik hierin zitten. Ik zal even de kinderbeveiliging eraf halen. Ik wil zeggen, het moeilijkste is nog om... Kijk. De Queen Victoria coin. Coppercoin, ja. We hebben normaal ook shells voor deze, en die hebben we nog, maar die hebben we niet hier liggen. Ja, die hoeven we niet te laten zien. Want... En normaal hebben we ook copper silver coins. Dus Victoria coin aan de ene kant en Morgan Dollar replica aan de andere kant. Ja. Maar die zijn momenteel uitverkocht. Die waren in twee dagen waren ze allemaal weg. We hadden echt een heleboel. Komt allemaal weer, maar is er nu even niet. Ja, dus als je een mooie munt zoekt, dollar size, bij deze. De munt zelf, deze kost 4,95. En de shells 15 euro. Ja. Dus, mocht je interesse hebben, daar hele mooie foto's op de website staan ook. Queen Victoria coin, kun je dat even bekijken. Maar ik wil het even laten zien, want het is wel mooi. Ook in plaats van halve dollars kun je dat eens met bijvoorbeeld koperen munten werken. Kan ik ook. Mogen dollars zijn. In plaats van zilver, wat zeg ik? Half dollars. Oh ja, ja, ik bedoel eigenlijk in plaats van zilvermomenten kun je met koopmomenten werken. Dus verwarring. Dan hebben wij nog een spelkaarten. Niet een normaal spelkaarten, maar een spelkaarten. Je zult het zo te zien. Aan de achterkant zijn het allemaal dezelfde afbeelding van de twee mannetjes. Lijkt een beetje op een bekende afbeelding. En aan de voorzijde staan er allemaal soorten beroepen of wat je kunt zijn. Ik heb hier een astronaut, ik heb hier een detective. Robot is niet echt een beroep, maar dat ben je of je ben je niet. Word je ook gemaakt of niet. Een lilliputter. Elektricien.
Het is een Amerikaanse kaartspel, in Engels zeg maar, gitarist. Dus in principe painter, schilder, magician heb je hier erin zitten. We hebben een alien nog, we hebben een bakker. Van allerlei soorten dingetjes hebben we erin zitten. Leon, jij mag één van die beroepen, soorten, dingen wat je kunt zijn kiezen. Heb je er eentje? Ja, ook. Okay. Pak er eentje van. Ja. Okay. Heb je? Ja. Heb je hem bekeken aan de voorkant? Dat je weet wat het is? Dat is wel zo handig natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Leg hem neer dat ik het niet kan zien. Kijk. Ik heb geen idee wat jij gekozen hebt. Maar ik ga proberen aan de hand van deze kaarten te laten zien wat dat is. Ik twijfel. Wacht even hoor. Ik twijfel even tussen de astronaut of de detective. Even kijken of deze ook kunnen. Sorry, natuurlijk ook, zie ook lekker ook kunnen. Oh, ja, dat zou ook kunnen. Chemicus. Even kijken. Het zou allemaal kunnen. Maar weet je wat het is? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb geen idee. Heb je gezien, zit een van deze erbij? Geen enkele is goed, zeg maar. Geen enkele is goed. Nee. Oké, dat is op zich niet zo heel tof. Wat had je gekozen dan? Laat zien als je wil. De bakker. Bakker. Nee, die zit er daar niet bij. Stom, heb ik iets fout gedaan. Alhoewel, het gaat helemaal niet om die voorkanten, want ik heb gewoon het voorkantje uitgepakt. Jij had de bakker gekozen. En dat wist ik, want daarom heb ik gezorgd dat alle achterkanten samen precies de bakker vormt. Formidabele. De bakker. Nou, en in principe ruim je dit nu zo op. En je bent weer klaar voor de volgende truc. Dus je kunt hem weer doen. Tegen je publiek kun je trouwens zeggen, want we hebben 26 letters van het alfabet. Voor elke letter zit er één beroep in. We hebben 52 kaarten. Dat elke beroepkaart er twee keer in zet. Dat kun je zeggen. Dus dat betekent dat je een logische reden hebt om als een kaart ligt op te zeggen, ik ga jouw kaart uitzoeken. Pak deze erbij, pak deze erbij. En uiteindelijk zit hij er blijkbaar niet bij, maar matcht het met de achterkant. Stel nou voor, ik doe dit natuurlijk nog een keer. Nu had jij bakker. Het kan ook misschien dat jij alien pakt. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld politieman pakt. Het kan ook zijn dat jij een piraat pakt. Het kan ook zijn dat jij een goochelaar pakt. Dus je kan altijd een andere uitkomst hebben. En het matcht altijd met wat hier ligt. Super gemakkelijk. Vergt geen oefening. Geen preparatie in de vorm van echt iets wat ik wil volgorde leggen. Dit heb ik nu net gedaan. Hij zit nu weer klaar voor de volgende keer. Kant en klaar. Compleet met video-instructie. De truc heet PLM, oftewel Pretty Little Man, de afkorting, van Vincent Rocca, uitgegeven door Magic Dream, Frankrijk. Ja, een zeer leuk ding, voor een hele leuke prijs, €35,95. Eén van de dingetjes die ik hier graag laat zien momenteel, de Pretty Little Man. Mooi. Ja. Nou heb ik hier ook nog wat liggen in. Hè? Ik heb hier een plaatje. Mm-hmm. Ik heb hier, ja zeker. Mm-hmm. Een koffertje of een bakje. Mm-hmm. Oh, wacht even, wat staat erin? Kijk eens, dat is zo goed gemaakt. En ik heb hier een magisch touwtje. Rode draad. Dat magische touwtje kun je raak op laten staan. Ik zal het laten zien, kijk. En dat is een speciaal magisch touwtje, mag je ook even controleren. Nee, niks. Oké. Okay. En als we dan op dekseltje zit er al op. Ik was om te kijken. Doorzicht gaan we maar. Moet je een doosje hierop zet. Zo. Ja. En ik leg dat magische touwtje eromheen. Ja. Dan kun je dat doosje niet meer optellen. Natuurlijk wel. En dat komt allemaal door dat magische touwtje. Want als je het magische touwtje weghaalt, dan kun je het doosje ook zo weer optellen. Nog een keer. Doosje. Kaartspel gaat in het doosje. Dekseltje er bovenop. Je zet het doosje er bovenop. Magisch touwtje.
leg je eromheen en dan kun je hem nu maar optellen. En ik ben dan goochelaar, ik kan hem dan weer zo afhalen. Apart. Ja. Apart. En dat is de nieuwe Tenjo. Een van de nieuwe Tenjo's. Die heet hier, dat staat in de Chinese. Nee, ik kan heel goed Chinees. Iets met gravity. Ja, anti-gravity, zoiets. Daar heb ik mijn hoofd. Kost 22 euro. Zet ik onder een beeld weer. Hetzelfde als andere Tenjo's. Leuke truc. 22 euro ook, ja. Ja. Alle Tenjo's zijn 22 euro, behalve de alle nieuwe dan. Behalve die met de touw en de zak, die is 24. Dus ja, ook een leuk ding. Kun je het hele ding laten checken? Nee. Dat niet. Kun je het laten zien? Dat wel. Dit plaatje overigens. Zou je ook weg kunnen laten. Zou je ook weg kunnen laten. Maar dan doet de truc het niet, omdat wij een mat gebruiken. Stel voor dat je op een heel gladde ondergrond werkt. Bijvoorbeeld op een glazen plaat. Glazen plaat of zo. Dan heb je dit niet nodig. Dit zit er dus enkel bij dat je hem eigenlijk altijd op elke ondergrond kunt vertonen. Dat is het idee van het plaatje. Ja, er zijn ook alles erbij. Behalve. Ja. Handig alsjeblieft. Ik kan het doosje niet losmaken. Dank je. Ik krijg de peper op een. Laat me dat dan. Dat krijg je er ook niet uit. Mooi truc. Ja. Mooi Tenjo. Ja, ja. Was weer een Tenjo. Ja. Hey, nou kijk ik hier op mijn stoel. Maar mijn stoel is nou ja, niet leeg. Maar alles wat erop ligt hebben wij gehad. Ik heb hier nog één leuke truc liggen. Laat zien. 3 munten. Mm-hmm. Een rietje. Die combinatie kan ik even niet helemaal volgen, maar nee. Goed. Let goed op. Wacht even, zit er nu gewoon gaten in? Ja, daar wordt dat rietje. Je gaat van 3 munten met gaten erin en zonder gaten met gaten. Ja. Oké. Okay. Als je zo wil, dan kun je ook blazen. Ja. En dan veranderen de munten terug in dolle munten. En deze truc heet Coin Silver. Wild. Chinese silver Chinese wild coins. Ja, lange naam. Chinese silver wild coins. Ja, toen ik dit zag, moet ik eerlijk zeggen, ik begreep sowieso niet hoe het werkte, dat één. Ik had geen idee hoe. Ik ook niet. Toen ik het uitpakte, dacht ik, hé, wat is dit? Ja. Dacht ik, dat heb ik zelf nog nooit gezien, dat principe wat ik hier gebruikt word. Bijzonder. Mooi gemaakt ook, van Bill Chumans wereldkampioen, ook Vegas Dream vandaan komt, ook Wildcoins vandaan komt. Schitterend mooi. Ja. Niet goedkoop, maar als je het krijgt snap je waarom. Het is echt wel speciaal gemaakt. Ja. En is het moeilijk? Nee, het is niet direct moeilijk, maar je moet gewoon weten wat je moet doen. Ja. En het is gemaakt voor het publiek van voren. Voor je publiek wat achter je staat. Is het een andere truc, zeg maar. Dus hebben we ook trucs voor? Trucs voor achter je te doen? Nou, we hebben wel trucs die je rondom kunt doen, ja, inderdaad. Die hebben we nu niet. Ja, de tenjo's die je hier hadden. Alle tenjo's kun je rondom doen hier. Die laatste trouwens ook. Maar dit is niet voor rondom. Voor de rest, schitterend mooi gemaakt. Ja, en de prijs is 115 euro. Vind ik, als ik eerlijk zijn, mag zijn, ook niet veel voor munten. Nee, ik heb duurdere muntentrucs gezien waar minder gimmicks aan zaten, laat ik het zo zeggen. Dus dat is zeker de moeite waard. Ja. Oké. Okay. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze update. De volgende update zal denk ik zo rond kerst zijn. We hebben het niet precies de datum. Maar ik gok dat... Nou, eens gaan rekenen. We zijn gesloten op van 24 tot 26 december. Normaal doen we het ongeveer de laatste week van de maand. Dus dat zou dan betekenen dat we toch 26, dat we de 19e waarschijnlijk de update opnemen zal, die de 19e of de 20e december zal de laatste update van dit jaar komen.
met weer nieuwe dingetjes erin. Houd dus rekening mee, 24 tot en met 26 december, dat is zeg maar kerstdag, de dag van kerstavond, tot en met tweede kerstdag zijn wij dicht. Kun je winkel niet bezoeken, versturen we ook geen pakketten. Pas vanaf die vrijdag gaan we weer de pakketten versturen. Dus het is best een lange periode even die ertussen zit, een heel weekend. Mm-hmm. Zaterdag, zondag, maandag zijn we dicht, dinsdag, woensdag, donderdag, dus bijna een weekje. Dus op vrijdag gaan er veel pakketten de deur uit. Ja, dat was het. Ja, dacht ik zo. Ja, let even op, er komt zo meteen nog een boodschap van een heel speciaal iemand. Eentje? Of wil je twee? Eentje. Oké. Mindset, tot de volgende keer. Doei doei. Hoi hoi. Hoi. Jullie hebben de beide heren aan het werk gezien met de tovertruc met de pepernoten. Wie van jullie raadt hoeveel pepernoten Leon heeft laten verdwijnen, wint een leuke cadeau. Ja. Stuur je antwoord naar info@dynamitemagicshop.com en onder de inzendingen wordt er een prijs weggegeven van maar liefst €50. Dat is een leuk Sinterklaas cadeautje. Nou, zet hem op. Succes. En kijk nog eens goed naar het filmpje hoeveel pepernoten er zijn verdwenen. Dag hoor.